Marco Zekveld en Wesley Venema, vierdejaars leerlingen technicus mechatronica aan Landsteden in Harderwijk, hebben hun eigen 3D-printer ontworpen en zelf gebouwd. De leerlingen kregen van docent Gert-Jan Evertsen vorig schooljaar de afstudeeropdracht om een 3D-printer te maken, die groter is en daarmee grotere voorwerpen kan printen en meer opties heeft dan de printers die je kan kopen in de winkel. Je kan veel grotere dingen maken. Je kan verschillende soorten veel meer verschillende soorten materialen. Er is een materiaal dat moet zo warm worden dat de standaardprinters, er zit een klein buisje in, dat smelt gewoon weg. Dat gaat helemaal vastlopen. En hier zit een complete metalen buis in. En ja, die blijft dan gewoon heel, waardoor je andere materialen kan printen. Marco en Wesley leren in sneltreinvaart bij wat er bij het ontwerpen en bouwen van de printer komt kijken. Ik ben met software bezig, ik ben met elektronica bezig, ik ben met een mechanische deel bezig. Je bent bezig met het programmeren van dingen en je bent bezig met het mechanische bouw van zo'n printer. Dus op zich ben je sowieso heel breed bezig in de techniek. En ja, je leert bij alle dingetjes leer nog wat. En ik vind het ook gewoon mooi dat je gewoon iets kan ontwerpen. Op mijn laptop je gewoon iets kan ontwerpen. En dan vervolgens een half uur later of een uur later heb ik het onderdeel in mijn handen in plastic zelf gemaakt. De opleiding heeft ook een gewone 3D-printer aangeschaft. Marco en Wesley gebruiken die om onderdelen te maken voor hun eigen 3D-printer. Bijvoorbeeld dit handvat. Kan ik vervolgens op een andere 3D-printer kan ik vervolgens uittekenen en een programma ervoor schrijven waarmee we hem dus gewoon uit kunnen printen en gewoon in plastic 3D-onderdelen kunnen maken. Zoals je kan zien komt deze precies overeen met wat ik in 3D heb getekend. Ik vind het zelf helemaal geweldig. Ik vind het echt heel erg leuk om aan te werken. Ik wil thuis ook zelf een eigen 3D-printer gaan halen door dit project. Want ja, het is gewoon zo interessant. Je kan er zoveel mee leren en je kan er gewoon heel veel mee doen. De school had van een eerder 3D-printproject nog onderdelen over. Marco en Wesley hebben daarmee de 3D-printer vanaf de grond af opgebouwd. En dat ging niet altijd even goed. Ik heb een keer met het bedraden, ik heb alles eindelijk goed aangesloten. En toen wou ik hem aanzetten en toen begon hij zo hard te ratelen dat ik me echt doodschrok. Docent Gert-Jan is dik tevreden over de vooruitgang en de uitkomsten van het 3D-printerproject. Dit project is super en het sluit ontzettend goed aan bij de opleiding. Omdat het ontwerpen en het nadenken, het construeren zeg maar, van een machine zit erin. Het daadwerkelijk maken, het prototypen hè, noemen ze dat. En dan kijken ze of de technieken die men toepast in het bedrijfsleven, of dat dan hier ook mogelijk is. Dus ja, dat is heel gaaf dat lukt. Ja. Marco en Wesley hebben nog 3 maanden om het project af te maken. Daarna moeten ze de printer en het project tijdens een mondeling examen demonstreren en toelichten. De 3D-printer zal uiteindelijk gebruikt worden door andere studenten op de opleiding voor specialistische opdrachten.